Goedemorgen allemaal. Ik ben Helmut Fuiten en ik loop stage in Spanje bij de familie Aronte. Hier is waar mijn dag begint, in het zonnetje. Ik denk dat het al rond de 18 graden is. En ik word alweer vriendelijk begroet. De Pongo. En Toy, waar ben je? Toy. Mijn dag begint met het voeren van de kalveren. En daar ga ik jullie eerst wat van laten zien. Het voeren van de kalveren is nu klaar. Nu ga ik jullie de rest van de boerderij laten zien. Mijn stagebedrijf ligt in de buurt van het plekje Loredo, dat is in het noorden van Spanje. Of hoe de Spanjaarden het zelf zeggen, Verde España. Dat betekent het groene Spanje. Het melkveebedrijf van de familie Aronte telt 700 dieren. Op deze locatie hebben we 360 melkkoeien. Samen met de jonge kalveren en de nuchtere kalveren. De droge koeien van de familie Aronte staan op het andere bedrijf, 2 minuten verderop. Zo gauw die af moeten kalven, worden ze hier met de veewagen heen gebracht. Ik ben hier in de opslagloods. Achter mij zien jullie de opslag voor stro. Hier hebben we Festuca, dat is een rietswenk. En hier hebben we de balen voor luzerne. Deze gele bult zijn maïsvlokken. En dit is een sojaraapmengsel voor de koeien. Het ruwvoer dat de koeien krijgen bestaat voor 60% uit maïs. Naast het ruwvoer krijgen de koeien 4,5 kilo maïsvlokken en 8 kilo sojaraapmix. Daarnaast worden door het mengsel nog 1 liter melasse toegevoegd. Achter mij zien jullie Sergio uit Ecuador de boksen vlak strijken. In de boksen wordt er de dikke fractie van de mest gestrooid. Ik ben nu in de stal van de melkkoeien. Je ziet achter mij al wel een ventilator. Ventilatie is in Spanje van zeer groot belang vanwege de hoge temperaturen. Het is op het moment 27, 28 graden. En samen met de luchtvochtigheid maakt het dat we een THI van 78 hebben. THI betekent Temperature Humidity Index. En dat is de combinatie van temperatuur met de luchtvochtigheid. Achter mij, aan deze kant zie je het ook. Dat is de sprinkler boven het voerhek. Als de koeien aan het eten zijn, dan gaat de sprinkler aan, komt er water op de koe. En door middel van de ventilatoren wordt het weer gekoeld. Je kunt zien dat bij een THI die als we nu hebben, dat is 78, dat de stress matig is. We zitten nog in het groene deel. Het koelen van de koeien door middel van een sprinkler en ventilators is van zeer groot belang. De koeien produceren hier 13.000 liter melk per lactatie. Met een vetgehalte van 3,6 en een eiwitgehalte van 3,25. Dat is laag, maar wat je in Nederland bijna niet ziet, is dat de melkfabriek hier, Iperlat, puur voor de liters gaat. Betaalt niet geen vet, betaalt geen eiwit, betaalt geen lactose, alleen liters. De melkprijs die op dit moment voor de melk gegeven wordt, is 45 cent de liter. Ik ben aangekomen bij de drinkautomaat en hier komen de kalveren als ze uit de iglo komen. Daarna gaan zij achter mij de hokken hier, schuiven ze steeds verder door en vervolgens gaan ze naar de andere locatie. Achter mij, achter deze groene heuvelrug, ligt de oceaan, dus we hebben hier voldoende neerslag. Per hectare oogst men 55 ton product aan maïs. Gras ligt op 40 ton product per hectare. Het bedrijf heeft 160 hectare land, waarvan 105 op het moment maïsland is. In een goed jaar met voldoende neerslag wordt er 5 keer gemaaid. Na de maïs maait men ook 2 keer. Tja, en dan kom je erachter dat je nog geen afsluiting gefilmd had. Leuk dat je keek naar deze video en wie weet, tot gauw!